Bas, mag ik je verzoeken het podium te komen? Ik mag je niks noemen anders dan Bas. Dames en heren, een applaus voor Bas. Bas, we gaan nog een kleine ceremonie uitvoeren. Nog wat laatste woorden, ben je er klaar voor? Vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend, zou je het wel doen? Lang getwijfeld, maar doe het. En nou, wat hoop je nou in dat vorstendom aan te treffen? Nee, serieuze vraag. Je kunt overal een grapje van maken, maar dit zijn de serieuze dingen in het leven. Wat hoop je daar nou aan te treffen wat je nu nog niet hebt? Wat ik nu nog niet heb? Ja, een warm bad, hè? Toch? Een warm bad. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dankjewel, ceremoniemeester. Dames en heren, mag ik even uw aandacht? Mag ik alsjeblieft even een klein beetje stilte? Dank u wel. Dames en heren, daar staat hij dan. Het is geen prins meer. Het is ook geen vorst. Het is eigenlijk gewoon weer Bas Potjes. Maar Bas Potjes heeft het echt fantastisch gedaan. Wij hebben hem gevraagd, jullie weten, kennen allemaal het verhaal. Echt op het laatste moment. Het was indrukwekkend vorig jaar. Maar ik zou graag voor deze man, wat hij allemaal gedaan heeft, ik krijg nu een blok in mijn keel. Voor deze man, wat hij allemaal gedaan heeft, ga er maar staan. Een heel groot applaus voor Bas Potjes. Vorstendom komen. En natuurlijk wil hij in het vorstendom komen, toch? Natuurlijk wil hij in het vorstendom komen. Ik geef even het woord aan Voorspek. Luister goed, Bas. Wij, bij de gratie van de dwaasheid, ridders van de orde, graven van hier tot ginder, landrosten van hek tot verder, enzovoort, enzovoort. En uit de naam van het vorstendom de Eilevers. Te weten de vorsten. Bennos, Carlos, Cloris, Henry, Nardo, Dus, Jonas, Rut, Duut, Pieter, Dricus, Mans, Jan, Tip, Hannes, Edwin, Pum, Rens, Han, Kees, Lex, Piet, Jan 2, B, Stiek, Hendrik, Hans, Corné, Wilm, Henny, Stap, Pol, Peer, Harry, Renk, Jos, Jono, Thomas, Bam, William, René, Obelix, Pippi, Jelmer, Rex, Toetie, Archibald, Dionysos, Happy, Kobus, Martinus, Fit, Poets, Kotje, Paulus, Pek en Kinnen doen proclameren dat wij vervuld zijn van blijdschap, kennis geven aan de aanvullende plaatsgrijpende opname in het vorstendom, de Eilevers, van onze voormalige prins, te weten zijn hoogheid, Sebas. Mogen wij daarom u, Vorst Sebas, verzoeken niet voor ons rond te maken, zodat niemand van de aanwezigen daar niets van hoeft te missen. Het gebeurt, oh ja, wat gebeurt er? Het verheugt ons u de vraag te mogen stellen. Wilt gij als Vorstenbas opgenomen worden in het vorstendom der Eilevers? U kunt hierop met ja antwoorden, doch als het u te machtig worden, knikken. Ga dan op één poot staan en leg uw hand op het ei en zeg mij plechtig na. Leve de man die het bier uitvond van je hyper de piep, hoera! Leve de man die het bier uitvond van je hyper de piep, hoera!
voorts willen wij u gaarne omhangen met de Prinsenmedaille, waarin naam en jaartal zijn gegrift, waarin u ons mocht voorgaan in de zonheid. Tevens tooien wij u van ganse harte met uw muts die u in de afgelopen tijd zo nodig moest ontberen. Met kleine veer. Staat gij dan, met handel en wandel, met hebben en houden, met huid en haar, met hart en ziel, als het jongste stuk te midden van het antiek der carnavalsvereniging der Eileuvers. En dat doet ons deugd, gegeven op het Eileuversnest op 11 november 2017. Salut en alaaf. Bye.